We staan vandaag voor het huis van Koos Kuil. Koos is de leeftijd van 80 al ruim gepasseerd, maar toch heeft hij nog altijd een passie voor tuinieren. Zijn voortuin staat er prachtig bij, maar Koos heeft ook nog iets in de achtertuin staan. Een zonnebloem van 3,20 meter. Ik ben erg benieuwd. Koos, kun je ons vertellen in eerste instantie, wat heb jij nou met bloemen? Bloemen? Ja, met bloemen, dat is toch je leven. Dat is toch heerlijk, dat is fijn, dat ruikt lekker, daar kan ik van genieten. En dit is dan jouw voortuin, maar ik denk het meest bijzondere exemplaar, die kunnen ze vanaf hier niet zien. Ja, daarvoor heb ik ook contact met jullie gezocht. Ik vond dat heel bijzonder. En het is nog bijzonder. Ik heb het nog nooit zo hoog gehad. Kun je vertellen wat het is? Het is een zonnebloem. Hij staat midden in de tuin. En hij is nu 3,20 meter hoog. Zullen we eens gaan kijken? We gaan kijken. Super. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik zie hem al staan inderdaad. Vanuit het raam hier dan... Die valt goed op. Ja, dat is een prachtgezicht. Ja. Hij moest kijken, man. Een mooie gele bloem erin. 3,20 meter was die, hè? 3,20 meter. Maart, april is hij naar boven gekomen. Opeens stond hij daar. Zo'n kleintje. En ik heb hem laten staan. En als ik dat nu zie, een doorsnede van zo'n 5 centimeter heeft die steel. Ja, en ik zie dat hij ook een steunbalkje heeft. Ja, dat zo'n heel klein plantje was de wind. Ik denk, ik zet er een stokje naast met een draadje eroverheen, dat hij dus niet omwaait en zo. Als ik naar dit blad kijk, en ik kijk naar dat blad, dit is een blad, maar er zijn 2 pannenkoeken zo groot, jongen. Hé? Moest kijken. Ja, dat is toch geweldig. En nou gaat hij zijn bloem gaat dus zakken, die omdat hij zo zwaar wordt, gaat hij dus zakken. En hoe moet ik me dat voorstellen? Dan ga je met een trapje naar... Ja, met een trap heb ik erbij gestaan. En dan heb je hem opgemeten? Ja, met een stok van 2 meter en ik heb een duimstok van 2 meter van 1 meter. Nou ja, en mijn kleinzoon was erbij en die stond bovenop die ladder. En zo ging het naar beneden. Ja, bijzonder. Dat is prachtig.